Maar ik heb al gevraagd of we op date gaan en je hebt geen antwoord gegeven. Ja. Dames en heren, mijn naam is Levi Jansen en jij kijkt naar een nieuwe video hier op Yours Today. Ik zit hier vandaag niet alleen, ik zit hier namelijk naast Jade van Vliet. Wie kent haar niet? Hallo. Stel jezelf voor in één zin. Twee zinnen. Dat was wel één zin en nu heb ik ook de tweede gepest. Top Jade, echt goed gedaan. Vandaag gaan we een hele leuke video opnemen. Ik ga namelijk tinderen met Jade. Wij gaan influencers van links naar rechts swipen en zelfs super likes geven. Voor de mensen die het principe van Tinder niet kennen. Als we die kant op swipen, disliken we iemand. Als we die kant op swipen, dan liken we iemand. En als we omhoog swipen, dan is het super like. Ben je bang voor iemand dat die zeg maar zo ineens op het scherm komt? Nee. Tenzij het persoonlijk wordt, maar dat weet ik nog niet. Zou het persoonlijk kunnen worden? Ja, denk ik wel. Oké, we gaan even bepalen wie er gaat beginnen. Jij mag beginnen. Lekker. Wow, hij is toch van Zack en Cody? Ik weet eerlijk echt niet wie dit is. Ken je Zack en Cody niet? Jawel, dat is één van die twee. Volgens mij is dat Cole. Ik zou hem wel... nu moet ik even bedenken. Die kant op swipen. Dus ik zou hem wel daten. Ja, waarom? Nee, laat me nou gewoon. Ik wil hem naar rechts swipen. Vraag gewoon niet. Een knappe jongen. Zou jij hem doen? Nee. Jammer. Maar ik weet dat ik dit eigenlijk haat. Waarom? Mensen zo soort van af lijken of lijken op hun basis van hoe ze eruit zien. Ja, kijk, eigenlijk... of je zo meteen nog hetzelfde zegt over mij. Want je vindt het zogenaamd erg om iemand links te swipen, hè? Nee, ik ben alleen gewoon heel kieskeurig. Volgende. Is dit van ik dacht dit dat het mijn zus was. Je dacht dat het je zus was? Mijn zus heeft precies zo'n foto. Ik vind het lastig, want ik vind haar niet heel intelligent of zo. Nee, dus jij kijkt alweer gelijk naar het innerlijk. Ja, hè? Dat heb je goed gezien, ja. Maar ik ken haar ook niet persoonlijk, dus op zich kan ik het ook niet echt zeggen. Ja, maar op Tinder ken je de meeste ook niet helemaal. Nee, en daarom gebruik ik geen Tinder. Hey. Oké, Famke Louise. Ja, het is wel een mooie meid om te zien, dus daar moeten we het mee doen. Dus dan naar zo. Dat is links. Rechts. Oh, dat ben ik. Dat is wel een beetje ongemakkelijk. Maar ik heb niks buitenlands, dus hij gaat naar links. Heb jij niks buitenlands? Ik vind jou wel een beetje Italiaans. Waarom span je je armen aan? Wil je laten voelen dat je spierballen hebt? Nee, ja, Levi, ik zou je wel rechts swipen. Nou, dat is lief. Ja, hè? Hebben we nu Tinder mee? Ik heb wel een Nick en Nick broekje aan. Weet niet, daar komen we straks achter. Heb je een Nick en Nick broekje aan? Ja, daar. Oh, daar. Oh. Is het Monica? Monica. Als ik haar zou tegenkomen op Tinder, dan zou ik wel naar die kant swipen, denk ik. Ze heeft een kind. Zie je mij als vader... Nee, sorry Monica. Ken je dat persoonlijk? Nee. Dus daar kan ik ook niet op oordelen. Maar ja, dat is weer het Tinder principe. Oh my god. Kelvin. Het wordt wel saai jongens. Waarom zitten er geen minder knappe jongens bij? Ik ga voor rechts swipen. Ik vind Kelvin wel een leuke jongen. Hij is wel echt tata. Wat zie jij onder tata? Gewoon echt heel wit en blond en... Maar jij ook. Nederlands. Ik ben geen tata. Je bent wel wit en blond. Wist je dat tata aardappel betekent? Echt? Wist je dat jij nu eigenlijk een aardappel bent? Ja, oké, dankjewel. Echt leuk om deze video met jou op te nemen, Levi. Oeh, maan. Ja, maan vind ik wel echt een hele mooie meid. Ja. Misschien wel super like gewoon ook. Ja, dat zou ik ook wel doen. Maar maan is ook echt heel lief. Maan is echt heel lief. Ja, en gewoon een mooie meid. Ja, ik ga wel. Ik moet toch iets omhoog swipen. Ik heb eens in de 24 uur. Ja. Maar misschien komt straks nog wel iets. Maar ik neem het risico. Van Mendes, of niet? Shawn Mendes. Oeh. Heb jij zijn foto's gezien in zijn Calvin Klein? Kijk niet echt naar naakte mannen over het algemeen. Dus. Dat was mooi. Als dat niet de mooiste en meest gelikte foto wordt op Instagram, dan weet ik het ook niet meer. Hashtag sponsored. Je bent gewoon jaloers omdat jij niet zulke foto's op je Instagram hebt. Volgens mij heb je er net één gezien dat er zeiden. Shawn zou ik super liken. En waarom? Omdat ik hem omdat gewoon een sponsor deal met... Nee. Golddigger en Cloud Chaser. Nee, hij heeft goede muziek en hij is knap. Volgende. Ja, ik vind Marije dus wel een mooie meid ook. Eigenlijk. Marije is echt mooi. Haar dus, is ik mag niet meer super liken, maar ik mag nog wel naar rechts van. Dus Marije... Ze heeft een vriend, hè? Doe normaal. Dan moet je niet op Tinder gaan. Dat klopt. Thorsten, sorry. Niks persoonlijks. Oeh, mag ik niet nog super liken? Nou, nu is mijn super like al weg. Ken je hem niet? Heb je de film To All The Boys Have Love Before gekeken? Nee. Oh my god. Heb je die film gezien? Ga weg. Nee. Hij is zo knap. En in die film, Dit is echt zo'n wijvenfilm. Niet eens. Nou, geef me nou nog een super like. Ja, kan je kopen. Oh. Je moet je Tinder premium halen. Dan swipe ik hem gewoon rechts. Maar anders had je hem gesuperliked. Ja, zeker.
Oh ja, wat een verrassing! Wat is deze foto? Hij staat op mijn Insta, maar hij is helemaal niet leuk. Ben je ziek daar? Kan jij een keer je mond houden? Ja, ik houd het spannend, hè. Jij houdt het spannend. Ik houd het nee, ja, dan komt er een trommel. Waar? In de edit. Oh. Ik kom er helemaal van varen binnen. Nee, ik zou jaren wel naar rechts swipen. Ja? Ja, dat is wel een leuke meid. Nu hebben we een Tinder match. Oh ja, nu hebben we een match. Ja, gaan we nu op date? Ja, als je dat aan me vraagt, eerst. Dan... Zullen we op date dan? Ik dacht, je kan. Maar ik heb al gevraagd of we op date gaan en je hebt geen antwoord gegeven. Ja. Oké. Okay. Ja, dit was het einde van de video. Ja, hoe vond je het gaan? Ik vond het wel goed gaan. Ja, vond je leuke mensen tussen zitten? Ja, alleen ja? Ik vond het wel heel veel leuke mensen. Er hadden ook wat minder leuke mensen tussen kunnen wat zitten. Wat minder leuke mensen? Zoals? En ik wilde mijn naam zeggen, maar die zat ertussen en je hebt hem nog geliked ook. Hè, is dat even jammer? Nee, jammer. Nee, vond je dit een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer hieronder en ja, klik even notificatie aan. We hebben ook weer een hele leuke prijsvraag voor jullie. Wie hebben wij gesuperliked? Laat het weten in de comments. En wie weet worden deze items wel naar jou opgestuurd. Hieronder staat er ook nog de winnaar van vorige giveaway. Dus dat is superleuk. Like, abonneer, subscribe en tot de volgende keer. Maar we hadden wel een match. Nou.